In de eerste aflevering van Waar is de Mol zien we Johnny met Johan Derksen in Texas. Johans favoriete vakantiestek. Het maakt mij heel tof om een keer met hem mee te gaan en een stukje van zijn vakantie te zien. En hem weer wat te laten zien wat hij niet kent. En hij zei eigenlijk meteen, ja, dat vind ik wel een grappig idee om... om een keer met die kleine de Mol mee te gaan en een stukje van mijn leven te laten zien wat mensen nog absoluut niet kennen. Dan kan je een beetje pingpongen. Pingpongen? Ik vind pingpong een beetje denigrerend als je het over mijn kwaliteit als tafeltennisser praat. In het PMT, jij weet natuurlijk niet wat PMT is. Iets met het leger. Ja, dat is het Protestants Militair Tehuis. Dan noemen ze mij Johan Vriesekoop. Vanwege de Chinese penhoudergreep die ik hanteer. Godverdomme, ik moet er even inkomen. Godverdomme. Wat balletje? Hij is doordrenkt van sarcasme en zelfspot. En dat hij geen blad voor de mond neemt. Nou, dat vind ik alleen maar leuk. Mag je op één ding opmerkzaam maken? Je hebt een sigaar achter ze voor in je bek. Jezus Christus.